Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Arne hier en vandaag weer een nieuwe Mo met Iedere Gun. Ik kwam erachter dat ik Mo met Iedere Gun al een tijdje niet meer had geüpload. En ik dacht, laat ik er weer eens een keertje eentje uploaden. Dit is de FAD, oftewel de FAD. En dit is zeker een van mijn snelste Mo-ups. Jullie zagen me net spannen met een 1 streak. Dat kwam door een assist to counter skill. En daarna haal ik van mijn tweede kill tot aan mijn 24ste kill in anderhalf minuut. Gewoon anderhalf minuut tussen die 23 kills. En ik vind het echt jammer dat die eerste assist to counter skill echt heel ver ervoor was. Maar ik zelf tel niet echt mee. Ik tel mee dan vanaf de tweede tot de 25ste kill. Nog steeds die 24 killstreak. Ook is het niet officieel. Maar dan is het ongeveer 1 minuut 40 of zo. En dat vind ik op zich wel realistisch voor deze MOAB. Dus 1 minuut 40, zoiets zou ik hem zetten. Iets rond die tijd. En je zou het spantrappen kunnen noemen. En ik heb gezworen nooit te spantrappen. Maar ik wou eens een keertje zo'n snelle MOAB halen. En het gebeurde nou helemaal op dit moment. En ze bleven daar spannen. Dus ik dacht, ik maak er gewoon een keertje gebruik van. En ik heb gezegd dat ik spantrappen niet leuk vind. Dat is op de manier dat je echt stil zit te schieten met een LMG. Als ik echt nog een beetje rondren tussen de spawnpoints en ze gecontroleerd houd op de spawns, dan vind ik het zelf nog wel leuk op zich, zoals deze gameplay. En het resultaat is dus een gigantisch snelle mob. En uiteindelijk scoren was 72 om 7 met 11 assisten als ik het goed heb. En dus een enorm snelle MOAB. Binnenkort de light machine guns, want ik heb nu de assault rifles gehad na dit wapen dus. En ik heb zin in de LMG's. Ik heb er al 3 gehaald. En ik heb nu eindelijk weer een beetje tijd om te spelen. Dus kijken of ik de andere LMG's ook nog kan halen. En ik heb daar echt super veel zin in om die aan jullie te gaan laten zien. En dan ga ik eens kijken of ik de shotguns en de snipers nog eventueel ga doen. Maar de MOAB is alweer binnen. Dat gaat enorm snel. En ik zal jullie even bij praten. Ik heb vandaag mijn laatste officiële lesdag gehad. Namelijk op het CLV. Zoals jullie weten dat ik daar zit. Heb ik de allerlaatste lesdag gehad. Voortaan heb ik geen lessen meer op deze school. Ik heb alleen nog mijn examens. En that's it. Ik heb nu 2 weken vakantie of studieverlof, hoe je het wil noemen. En that's it. Dan is het gewoon klaar. Na mijn examens dan heb ik gewoon vakantie. En dan kan ik gewoon veel voor jullie gaan uploaden. Dus daar heb ik enorm veel zin in. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze natuurlijk weer leuk vonden. Deze mob met Iedere Gun. Maar zoals ik zei, dus de laatste schooldag gewoon gehad. En dat is natuurlijk super leuk. Super fijn. Alleen mijn examens nog. Daar ga ik nu voor blokken de komende 2 weken. Dus dan zal ik waarschijnlijk veel live commentaries uploaden. En ook tijdens mijn examens, dat zijn de 2 weken daarna. Dus eigenlijk de komende maand zal ik eventjes veel live uploaden. Maar dat heb ik de afgelopen maand eigenlijk ook al gedaan. In voorbereiding voor mijn examens. Maar dat ga ik dus allemaal doen. Dus dat kunnen jullie verwachten. En zoals ik zei, vandaag de laatste schooldag gehad. Was natuurlijk leuk. Alleen het is vreemd. Want het is nu heel vroeg in het jaar dat de lessen eigenlijk al voorbij zijn. En dat is normaal gesproken nooit zo geweest. Dus het voelt nog niet echt als de echte laatste les. Ook al is dat wel zo. Maar goed jongens. Ik hoop dat jullie leuk vonden deze mob met Iedere Gun met de FAD of de FAD. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik weet het nog steeds niet. Ik spreek het gewoon uit de FAD. En binnenkort dus de light machine guns, zoals ik heb gezegd. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een groen duimpje achter. 450 moet weer lukken. En nu wel eens een keer de 450 en niet weer de 400 of zo. Kom op, jongens. Dus bedankt voor het kijken, jongens. En heus.